Wij legden de argumentatie van hem en de andere recreanten voor aan de verantwoordelijk wethouder Bas Curvers en haalden bij hem verhaal. En ze zijn ook echt, ze zijn bang dat er geen enkele garantie voor hun is. Hè? Dat er voor hun geen toekomst is, dat ze weggesaneerd worden. Is dat terecht? Nee, ik begrijp heel goed die gevoelens, omdat ze ook voorbeelden van andere parken hebben gezien waar dat ook al uiteindelijk is gebeurd. Alleen de intentie van de gemeente Rotterdam is om dat niet te willen. Wij willen heel graag een toekomstbestendig recreatieoord. Ja, en welke garantie hebben de bewoners nog? Hè? Ze hebben nu natuurlijk een huurcontract van een jaar iedere keer. Welke rechten hebben zij nog? Nou, hier zit dus heel veel gevoel en emotie ook bij de recreanten. Wat gaat er gebeuren en wat betekent dat voor mij? Het harde juridische antwoord is, koop breekt geen huur, dus de huurcontracten blijven hetzelfde. Dat blijft het uitgangspunt. Tegelijkertijd merk ik bij de recreanten, ja, wij hebben behoefte om meer. Hè? Wat betekent dat dan meer? En dat is juist iets wat we de komende tijd willen ingaan vullen met elkaar. Maar koop breekt geen huur. Als je een huurcontract van een jaar hebt, kan die natuurlijk na een jaar ontbonden worden. Dus dan heb je er toch niks aan? Nou, kijk, dat zijn precies de dingen waar we het over moeten hebben met elkaar. Wat ik nog niet helemaal begrijp is, er is een bewoner die heeft op 22 oktober nog een huis gekocht op het park. 3 november komt de brief, maar we gaan het verkopen. Dat is toch ongelooflijk dat jullie dat op deze manier hebben gedaan? Jullie wisten toch dat het verkocht ging worden op 22 oktober? Dat kan je toch niet maken als gemeente? Nou ja, het ligt iets genuanceerder. Kijk, goede communicatie en participatie is ontzettend belangrijk. Maar iedere moment van besluit wat je kiest, levert grensgevallen op. En levert dus ook hele pijnlijke situaties voor het individu op. En de casus die u noemt is buitengewoon vervelend voor de persoon die dat betreft. Tegelijkertijd hebben we als college natuurlijk ook willen voorbereiden op een goede manier dat we de verkoop in gang konden zetten. Ja, maar je weet dan toch op 22 oktober wel dat deze brief eraan zit te komen? Maar op dat moment weet het college dat. Maar hoe had u zich voorgesteld dat je op dat moment al gaat communiceren? Je kan zeggen van sorry, nee? we verkopen dit nu niet. Ja, je kan toch niet 10 dagen later iemand 50.000 euro, dat is hartstikke veel geld. Wat dan vervolgens niks meer waard is.